Ja, kijk, kijk uit! Danny's huis, want ik ga voor het eerst zijn huis zien. 3, 2, 1. Goedemorgen, jongens en meiden. Welkom weer terug hier bij een nieuwe vlog. Het is vandaag weer een nieuwe dag en ik start de vlog hier vandaag vanuit de tuin. Want ik moet straks de auto die hier staat weg gaan brengen naar de dealer. Hij krijgt een onderhoudsbeurt. Waarschijnlijk worden niet gelijk alle dingen gefixt van de schade en wat dan ook. Maar hij heeft gewoon een standaard onderhoudsbeurt nodig vandaag. Jullie weten het, die plek zit er daar heerlijk en prachtig nog steeds op. En die sideskirts hier zitten ook nog steeds los. Maar dat betekent dat ik deze auto dus ongeveer 1 à 2 dagen kwijt ben. Dus ik moet nog even wat laatste spullen eruit halen. Even kijken, liggen hier nog belangrijke dingen in? Volgens mij niet. Er ligt zelfs nog een schaats in deze auto. Hoe dan? Ik moet hem ook maar even schoonmaken, denk ik, binnenkort. Maar dat heeft met de onderhoudsbeurt gelukkig niks te maken. Kijk eens even, deze jonge man hier zo. Hey. Hey. Zou je hebt slaapogen nog, Pip? Ja, nou, ik het gek. Nu wet uit. Deze jongen hier moet ook de deur uit. Hij moet namelijk zijn velgen van zijn auto laten vervangen. Dus hebben allebei iets met onze auto. Lekker. Hé, hey, top. Ik weet jou hoe je het gaat doen vandaag. Nee, geen idee. Goede planning weer vandaag. Ik wil namelijk ook mijn Ferrari ophalen, maar ik kan moeilijk in mijn eentje twee auto's besturen. Dus even kijken wat het allemaal gaat worden vandaag. En hier is de andere poes. Hey. Ik moet er vandoor. Oké. Okay. Bye, succes. Okay. Je hebt straks een interview met het Jeugdjournaal. Hey. Yes. We hebben allemaal wat te doen deze ochtend. Ja. Oh, voordat we de deur uit gaan, moet je eens even horen. Ze kwaken echt gewoon. Ze zitten onder het doek hier. Ik ga ze maar even. Hey. We hebben ze toch... Oh, ze worden helemaal gek nu. We hebben ze toch nog maar even een nachtje hier binnen gelaten voor de zekerheid. Maar ze kunnen straks dus gelijk weer die grote buitenkooi in. Wat een dierenboel hier. Ga je helemaal miauwen? Zit hij uit de mouwen? Wat een geluid allemaal. Nou jongens, het wordt tijd om de deur uit te gaan om deze beestenboel hier te verlaten. Kijk dan joh. Gekkies. Pik, het is echt een dierentuin hier binnen, gast. Ja, Snies begint te mouwen net ineens. Iedereen. Wat is dit? Je wordt wel echt ziek groot en wild, man. Ja. Oh, oh, oh. Ik moet eigenlijk echt de deur uit, maar kijk even. Oh, hij wordt echt wit, hoor. Het wordt echt een witte eend. Lilo is niet zo geel meer. Nou, ze gaan dus straks lekker die kooi in daar. Dus dan hebben ze veel meer de ruimte. Oh, wat heerlijk zijn dierentuin in huis. Ik vind het wel echt leuk. Ik zou ook denk ik echt op een boerderij kunnen leven. Ga je lekker je make-up doen bij de eendjes? Nou, ja, ik... Ze moesten echt per se het water in. Nou ja, ik doe niet eens wat, dus rennen gewoon boem. Ik zit ondertussen in de auto en we moeten dus eerst de auto van... Zo, ik zit echt op Sportplus stand. Ik dacht al, wat rijdt die sportief. We moeten dus eerst de auto van Vincent wegbrengen. Kijk eens aan die ruit. Oh, wat een aso. Ik wil zeggen die... Oh, verdrijvingsvlak Vincent Visser. Dat stond op camera. Dat stond op camera, Vincent Visser. Nou, we moeten eerst dus zijn auto even wegbrengen, want hij heeft nu dus grijze velgen en ze worden weer terug naar zwart. Maar hij stapt straks bij mij in en dan kunnen we samen naar de dealer toe. Ik krijg trouwens dus straks ook een leenauto mee. Ik weet alleen niet welke auto het gaat worden. Ik denk gewoon een Cayenne, maar ik hoop op een 911 misschien. Misschien dat Porsche wel denkt van, hij is zo weg van die 911, laten we hem nu ook maar een leenauto meegeven, dan gaat hij hem sowieso kopen. Meneer, jij haalde net ontzettend asociaal mij in. Wie ben jij? Wie ben jij? Stap uit dan. Nou, hey, succes hè. Moet ik mee naar binnen of... Ja, ik ga even parkeren ook. Zo! Ready to go! Ha, jammer! Ja. Hij doet het niet. Moet even toeteren. Hij doet het niet. Nou, het is dus nu tijd om naar de Porsche dealer te gaan. We hebben Vincent's auto even afgedropt. Ja. Dus, ik krijg weer zwarte velgjes. Ja, beter man. Echt beter is dat. Ik zou, wat ik al zei, ik kan deze auto ook echt niet voorstellen die ik nu heb. Zonder deze zwarte velgen. Ja, dat zou echt verschrikkelijk zijn. Ja, kijk, kijk uit! Hé, hey, deze auto heeft een mooie slogan. Gaat niet, bestaat niet. Hé, hey, nou wat mooi. Kijk, is onderhoud vereist, dat geeft hij ook aan. Dus we moeten... Oh, kut. Ho. Oh, aan ze vooruit zetten. Kijk, kijk. Dat is wel zo handig. Er staan hier allemaal Porsches. En dat betekent... Joh. We zijn bij Ferrari. Oh, echt waar joh? Ja. Nee, dan gaan we straks pas heen. Oh. Zo, ik ga even mijn auto hier mooi parkeren en dan kunnen we hem hier even mooi afleveren. Ik hoorde dat we een GT3 mee kregen. Ik wil net aan jou vragen, op wat voor leenauto hoop jij? Gewoon een... Ja, weet niet, ik vind alles leuk. Jij zei dat het ook een Volkswagen Up kan worden. Nee, dat hebben ze in Porsche Amsterdam. Daar hebben ze ook Volkswagen Upjes die je mee kan krijgen.
Oké, we gaan het zien. We zijn binnen. Ik heb net de sleutels ingeleverd. En kijk eens even, hier zit ook een gifgoede 911. Ja, jij vindt het gaaf, hè? Ja, Danny heeft precies. Ja, Danny, jongens. Ik heb zijn auto nog niet in het echt gezien. Maar die heeft dus een gifgroene GT3 gekocht. Ja. Dus ook precies deze kleur. Maar, ja, ik vind het mooi, maar het zou een beetje gek zijn. Precies hetzelfde kleur. Kijk, hier zo. Hier staan weer andere. Ja, dit vind ik dus echt helemaal goed. Ja, dit vind jij helemaal top, hè? De GT3 RS. Ja, dat is voor jou een droom, hè? En hier staat hij weer. De auto waar ik de vorige keer een testrit in gemaakt heb, jongens. Kijk eens aan. Ik ben nog steeds wel echt meer verliefd dus op de kleur geel. Wat vind jij van deze kleur? Op een 911? Nee. Nee, dit, hè? Ja, nee. Ja, maar ik zat te kijken. Zou ik zeggen eerder rood? Ja, toch wel? Maar nee, maar eerder rood. Naast de Ferrari, dan... hè, zeg maar. Rood en rood gewoon dan. Oh, ook wel dik. Nee, ik vind... Nee, ik weet niet. Ik vind dit minder. Ja? Ja, de Cayenne staat op mooie, vind ik. Ja. Kijk eens aan, jongens. De leenauto. Een mooie Cayenne. Dit is hem. Het is volgens mij wel het... Of is het een nieuw model? Ik weet niet. Is dit oud of nieuw model? Ik zie het even niet goed. Nieuw. Nieuw? Nou, we gaan erin. Oh, kijk eens even. Ja, hoor. Hey, ja. Bro, maar dit is dus een normale Cayenne. Hè? Ik heb de Cayenne Coupé. Dus dit is een normale Cayenne. Die, oh, hij heeft het panoramadak. Hey bro, dit ding is nog groter dus eigenlijk dan mijn eigen vind, auto. Ik zeg, ik vind deze... Ik weet niet, welke vind jij... Ja. Ik vind de coupé wel dikker als ik eerlijk ben. Die ik heb. Nou, voor de rest ziet het er allemaal best wel hetzelfde uit. Alleen geen Alcantara stuur. Dit is gewoon een leerstuur. Niet roken in de auto. Oh, heb je peuken mee of... Ik rook niet, kan ik beter aan jou vragen? Ik rook ook niet. Wat doe je nou? Is het lekker? Nee, dit is wel echt heel anders. Waarom hebben we niet die meegekregen? Die Turbo S. Ja, dat had helemaal dik geweest, jongens. We zijn net onderweg. We moeten dus nu naar de Ferrari dealer. Deze auto die ik mee heb gekregen, die geeft dus ook aan onderhoud vereist. Lekker, dus we krijgen ook een auto mee. Kom, laten we teruggaan. Ja, ik kom voor onderhoud. Ja. We willen graag de Turbo S mee. Kijk jongens, dit mis ik wel heel erg van mijn auto. Dat je het dak open kan zetten. Moet je eens kijken. Ja. Als ik een 911 zou kopen, zou ik het ook hebben. Een dakje open. Ja, het is wel lekker. Ja, het is echt lekker. Het is nu niet het perfecte weer ervoor, maar volgens mij wordt het morgen wel lekker weer. Ik heb ook nog deze auto. We komen over 30 minuten aan bij de Ferrari dealer. Ik ben benieuwd. Echt heel benieuwd hoe die eruit ziet, zoals ik al 100.000 keer gezegd heb. Maar hij zei ook van ja, zet hem even in de showroom neer en dan zet hem even leuk neer. Dus misschien zit er wel een doek over. Hey. Misschien is er wel een soort van half showtje. Van. Misschien gaat ze wel even zo'n gekke DJ. Zo, nee, misschien is hij wel opeens een andere kleur. Ja, dat zou ik wel echt slecht gaan. Dan zou ik echt slecht gaan. Maar als jij die auto zou rappen, welke kleur zou je dan als eerst maken? Ik denk helemaal mat zwart. Ja, dat denk ik ook. Als ik ooit... Helemaal mat zwart. Klopt. Als ik ooit, wat ik echt denk ik niet ga doen, want jullie weten net, rappen bij mij gaat niet zo goed. Maar als ik dat ooit weer zou doen, dan zou ik die Ferrari inderdaad mat zwart laten maken. Dan misschien met een rode, twee rode strepen eroverheen. Ja, dat moet ik. Jij, iemand anders doet me zoals jij. Alle dingen die je doet met mij. Als je ik voel je vibe. Ik voel je vaak. Oeh, man. Ik hoef niet. Bro, ik ken deze bijna aan mijn hoofd. Ik denk sommige mensen van de vlog zelfs ook al. Zou je met me rennen als ik in. Daar zijn we! Kijk eens aan. Van de Porsche dealer naar de Ferrari dealer. Kijk eens wat een mooi logootje het is, hè. Wel vervelend, dat we eerst bij de Porsche dealer moeten zijn en daarna naar de Ferrari dealer. Ja, wat een kutdag. Ik wil net zeggen, wat een kutdag zeg. Jeetje. Moet je dan nu ook je Ferrari weer meenemen? Ja, wat kut hè. Ik moet je weer helemaal terugrijden. Ja, verschrikkelijk. Nou, kijk eens aan jongens, daar staat hij. Daar staat hij. Hij heeft nieuwe velgen gekregen. Nieuwe strepen erop. En ze hebben een soort van oudere look, een retro look gegeven. Dat is vet. Dus ja, doorrijden. Hey. Ik zie dus echt een auto onder een doek staan binnen. Nu weet ik dus niet of dat die van mij is. Het zou wel fatu zijn. Ja, trek jij me straks af. Is een 488 piste en jij zo, oh, moet ik deze nu ook kopen dan? Dit is wat ik bedoel. Kijk eens even. Volgens mij, aan de vorm te zien, ja, dit is echt een speciale, jongens. Volgens mij is dit dus echt gewoon echt mijn auto die eronder staat. Het kan bijna niet anders. Wat lachen. Er staat hier ook een 488. Er staat daar een 488 piste. Maar dit is echt die van mij, denk ik. Het is tijd om het doek eraf te trekken. Hoe gaan we dat doen? Moet ik gewoon aan de voorkant gaan staan en... aan de voorkant staan. Wouter staat trouwens daar. Die was natuurlijk ook bij met het ophalen toen ik hem voor het allereerst ging ophalen. Er zijn dus een paar dingen veranderd. Er zitten nieuwe carbondelen op de voorkant, nieuwe carbondelen hier aan deze kant. En voor de rest is er niks veranderd. Ik hoop niet dat je me ineens gewrapt hebt ofzo, hè? We gaan het zien. Dus straks is helemaal zwart op los zijn. Oké, daar komt hij, jongens. Tel maar af.
3. Hey, ik mis nu wel een beetje de DJ en de muziek, wat ik toen had eigenlijk. Hè? Zeg maar, ik ga de muziek ook doen, alles. Oké, daar gaan we. 3, 2, 1. Ja, oh, hier, jawel, hier. Ja, kijk. Dat is wel heel dik. Ik weet niet of jullie het gelijk zien, want het zijn wel echt kleine details die veranderd zijn. Maar kijk, oh zo, wow, die voorvleugels ook wel, kijk dan. Oh, en die flaps hier zo. Dit is, ja, dit is wel beter. Nu heeft hij gewoon echt, denk dit, ik, bijna dit, zie je wel echt, dit zag je gelijk hoor. Ja. Dit maakt hem veel vetter gewoon weer. Dat kijk eens. Gaaf. Zo, het ziet er echt strak uit inderdaad. Nou, je hebt dus inderdaad aan deze kant hier zo die carbon flap zitten. En aan deze kant de carbon flap zitten. Okay, maar hij ziet er, hij kijkt wat bozer of zo. Ga jij lekker voor de 4-8? Nee, echt nice dit. Hij is ook helemaal mooi. Is die gepoetst? Hij is helemaal niet gepoetst. Ik zie het, ja. Oh, kijk eens even. Ik heb hem wel gemist hoor, jongens. Ja, top. Ik vind het er echt... Ik zal misschien even een foto laten zien van hoe die er dus eerst uitzag. Zonder die rode dingen. Ik vind het er echt zo gaaf uitzien. Maar wat kleur was dit dan? Dit was standaard zwart. Huh? Nu is het dus carbon. Kijk, je ziet het er goed. En dit waren gewoon zilveren flaps. Ja, pik. Het zijn kleine details, maar het is wel echt... Heel vet. Oh, ik vind dit ook zo gaaf. Wat ik al zei, het lijkt echt alsof hij nog bozer kijkt of zo, de Ferrari. En hij is dus, zoals ik al inderdaad zei, helemaal gepoetst. Dus hij glanst ook weer... Oh, hij gaat open. Hij glanst ook weer helemaal mooi. Wouter gaat hem even starten. Kijk, heerlijk. Kleppen staan gewoon dicht natuurlijk. Oh, nu staan ze volgens mij gelijk open. Oh, daar gaat hij. Ja, ja. Wat klinkt dat toch heerlijk? Oh. Wat blijft dat toch heerlijk? Oh, hij is echt prachtig. Helemaal mooi schoongemaakt. Nou, echt. Zo, het is een kleine toevoeging, maar voor mij doet het echt veel. Ik zie het echt, echt heel erg goed zo. Ja, je ziet. Het maakt hem boos alsof je een. Ja, dat zei ik ook al. Ja. Kijk eens even aan. De hele auto is dus ook mooi schoongemaakt. Dat is wel echt een voordeel als je hem bij de dierenarts aflevert. Waarschijnlijk gebeurt dat straks ook met mijn Porsche die ik net heb afgeleverd. Dat ze altijd lekker, lekker helemaal mooi schoongemaakt worden. Oh, wat fijn om dit ding weer terug te hebben. De storing die ik had is er dus ook uit. Er was dus eigenlijk helemaal niks meer aan de hand. Het was dus puur dat tank toen omdat ik hem niet vol, of omdat ik hem leeg had gereden. Maar we gaan weer richting huis. Soms lig ik echt in bed en dan droom ik over dit ding en denk van, oh, ik heb nu echt zin om gewoon even vol het gas in te trappen. En nu heb ik hem weer lekker. Mooi. Wij zijn weer terug. Hallo. Hey. Hi. Ik ben heel benieuwd als jij naar buiten komt of je ziet wat er veranderd is. Waarschijnlijk niet, nee. Oh, kijk eens even wat ik hier in de tuin vind. Gewoon, deze dame heeft gewoon even boodschappen, want hij heeft ze allemaal snoepjes gehaald. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Willen jullie lekker gummybeertje? Wil jij lekker... Nee, natuurlijk niet. Dat is niet goed voor ze, denk ik. Nee, ik heb ze wel allemaal sla gegeven. Ja, dat vinden ze lekker, hè? Naaltjes. Kom maar. Aan dit weer, hier in Nederland, kan ik wel wennen. Ik ga trouwens... Zal ik jullie vertellen, over 5 dagen alweer op vakantie. Nou, iets super gaafs waarschijnlijk. Vlucht is al geboekt, verblijf nog niet. Dus vandaar dat het waarschijnlijk is. Maar ja, wordt leuk. En jij gaat ook mee? Niet alle dagen. Nee, jij komt iets later. Ja. Ga je me ook verrassen dan? Nou, ik weet niet hoe. Oh, plons. Wow, plons. Het meest vieze van deze beesten vind ik dat als je Lilo ziet schijten, dan zie je Yoda gewoon zijn kak opeten. Ja, hij zit nu gewoon de kak van Lilo op te eten. Die kakte net even lekker in het water. Zo, het is wel lekker weer om met ze te zwemmen nu hoor. Eigenlijk. Ik wilde ook met ze zwemmen, maar jullie waren weg. Dan jij je bikini even aan. Nou. Doe jij dat eens even. Oké, als ik zo doe, heeft jou de bikini aan. 3, 2, 1. Kut, het werkt niet. Hij werkt niet. Mijn moeder heeft trouwens zelfs hier asbakken gekocht van ganzen. Of eenden. Ja, het zijn volgens mij gewoon ganzen. Daar ook een. Er wordt hier heerlijk in huis gekookt door Jade van Vleet. Hey. Vincent is aan het eten samen met Danny en de rest. Maar, ja, dat heeft dus leuk nieuws. Want vanaf 1 september, dat is over 20 dagen ongeveer, gaat ze beginnen eindelijk met de rijlessen. Wow. Ja. Eindelijk. Eindelijk. Dat is wel leuk. Dat is echt leuk. Ik ben echt benieuwd hoe snel jij het gaat halen of je in één keer gaat slagen en zo. Dat is allemaal wel spannend voor jou. Ja, ik ben ook heel... Ik ga achter jou aanrijden als je examen gaat doen. Ja, nee. Als je examen gaat doen. Ja, dat is helemaal kut. Zie ik opeens een Porsche naast me. Meneer, mogen alsjeblieft die eraf. Kijk eens even wat lekker. Dankjewel.
Alsjeblieft. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Misschien weer, zijn we een beetje gezond. Zo, eerlijk? Echt gezond. We hebben op de vakantie zoveel gezopen ook. Dat we even gewoon lekker detoxen aan het water. Even lekker gezond bloemkool, aardappelen en een tataartje erbij. Oh, wat gezellig. Kom jij er lekker bij zitten, dikke snies. Hij heeft echt mooie pootjes. Ik zag reacties dat ik laatst alleen maar mijn ene kat filmde. Dus de mensen dachten van, joh, is je andere kat dood? Nou jongens, gelukkig niet. Filmde je hem? Snif? Ja, snif de hele tijd. Snif is ook het meest aanwezig, hij ligt alleen maar daar. Ja, Snies ligt altijd alleen maar op zijn toren daar zo. Oh, dit is zoveel beter nu dan al die pizza's en pasta's. Ik had het echt wel even gezien, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Dit is gewoon echt even lekker Nederlands. Lekker gewoon een AVG. Hoe heet het? AVG'tje toch? Aardappelen. Vlees en. Ja. Oké, steen, papier, schaar voor wie afruimt. Steen, papier, schaar! Steen, papier, schaar! Steen, papier, schaar! Nee, dat is gemeen! Hey, ik ga lekker chillen op de. Oh nee, oké, ik ga wel afruimen. Okay. Ik ga wel afruimen, ja? Dat zal ik even doen. Ja, lekker, dankjewel. Dankjewel. De test! Oh, oog dicht. Doe maar dicht. Nee, maar je hebt je telefoon. Oh jawel. Ja. Nu mag jij raden, kijk of jij het verschil ziet. Wat er dus wat veranderd is aan de auto. Ik mag eens mijn bril schoonmaken. Ik heb het jullie vanmiddag laten zien, jongens. Nou, jullie zien het nu nog steeds wel, denk ik. Neem ik aan. Even kijken. Ik hoop dat je het binnen 10 seconden. Ik heb een filmpje in de groep gestuurd. Mag ik mijn ogen open doen? Ja. Ik heb het binnen 10 seconden aanwijst. Je ziet het gelijk. Dit hier zo, ja. En? Wat dan meer? Dan zeg je een filmpje. Ja, wat dan meer? Dit. Nee, gek. Dit zat er al lang op. Dit zat er al lang op. Dit. Nee. Hier zo. Kom op. 5, 4, 3. Dit. Ja, goed zo. Lekker pik. Hey. Mooi? Had je die al carbon? Ja, die waren al carbon. Zie je het verschil een beetje? Ja, man. Zegt heel sarcastisch. Heel anders? Het was toch gewoon zwart? Nee, het was rood. Dus dat is echt gewoon verschil. Misschien een leuk feitje om te vertellen wat die onderdelen dan kosten voor zo'n auto als dit. Veel te veel. Dus gok je? Ja, je hebt het net gezegd. ik gok 2300 euro. 3,5. 3500 euro. Oh. Voor die dingen allemaal samen. Dus dat en dat. Ja, dat is wel wat duur. En je weet je ervoor nog meer kan halen. Ja, dat is een gek Ferrari grapje dit. Drie vakanties. Nu is er dus wel iets leuks wat ik ook te horen heb gekregen vanmiddag. En dat is eigenlijk ook een van de redenen waarom ik deze auto dus gekocht heb. Het is eigenlijk een investering. Dat klinkt super raar van een auto, want eigenlijk wordt bijna elke auto altijd minder waard des te meer erin rijdt. Maar dat is met deze auto, omdat hij dus zo zeldzaam is, een speciale, is hij dus ook... heel waardevast. Ik heb deze auto gekocht voor 267.000 euro. Dus dan heb ik 20.000 euro aan opties opgezet. Dus 287.000 ongeveer. Maar de dealer zei vanmiddag dat ik hem dus nu al kan verkopen met al deze opties er ook voor 310.000. Dus dat wil zeggen dat ik hem in een half jaar 20.000 euro winst heb gemaakt op die auto. Klinkt super raar. Maar de prijs gaat alleen maar omhoog op dat ding, want er zijn er maar wereldwijd 3000 van gemaakt. Nou, er zijn er een paar gecrashed, er zijn er een paar gewoon waar heel veel kilometer op staat, dus die waren sowieso niet zo heel hoog meer. Dus vandaar. Het is dus best een goede investering eigenlijk, als je het zo berekent dat ik 20.000 euro in een half jaar winst heb gemaakt alleen op een auto. Ik dacht, het is ook even een leuk feitje om te vertellen, want ik heb dat toen ook aangegeven, want het is eigenlijk een soort van investering, anders had ik die auto nooit gekocht. Kijk, dit ziet er echt het meest schattig uit. Oh, oké. Nou, okay. Nou. Kijk, Yoda doet het. Hoezo hun bosje schoonmaken, dit. Doe het eens recht voor de camera. Dankjewel. Ja, piepje goed. Ja. Goed zo. Oh, niet vallen. Op naar de stad. Hey. Kijk eens even, hij staat geparkeerd hier in de parkeergarage, jongens. Midden in Rotterdam. Oh, ik ben nog steeds zo blij met die dingen. Zo ziet het er ook goed uit. En ik ben hier niet de enige Ferrari in de parkeergarage. Want kijk eens even, hier staat een andere prachtige 488, jongens, van Michael. Hey, kijk eens even. Ja, mooi jongens. Mooi. Er staat hier één Ferrari en daar de andere. We zijn hier trouwens in de parkeergarage bij Danny's huis, want Hallo. Ik ga voor het eerst zijn huis zien. Hey, Hallo. Staat je auto ook in deze parkeergarage? Nee, ik sta boven. Oh, echt? Wow, kijk eens even. Danny heeft precies dezelfde modus die ik in mijn appartement had. Maar jij was gestolen, Bob. Ja, klopt. Hij was gejat ooit een keer of zo, inderdaad. Kijk. Wow. Hey, het doet me echt denken aan mijn eigen oude appartement dit, jongens. Wow, yo. Check eens even. Zo, het is wel een stuk hoger. Ik woonde dus op de 9e verdieping. Nou, dit is echt veel hoger. Wow. Dit is gaaf. De muur zijn nat. Zijn de muren nat? Ja.
Ja. Oké. Kijk eens. Oh, soms als ik dit dan ook weer zie, dan mis ik wel echt gewoon mijn eigen appartement, jongens. Als ik dit, oh, wel echt dik hoor. Dat uitzicht blijft wel gewoon echt zo bizar. Ook nu precies als de zon ondergaat, dan ziet het er altijd, altijd zo gaaf uit. Kijk, iets wat ik dus niet had, is wel een balkon. Kijk eens, chill ook. Hé. Hey. Echt, hey, hoe echt doet dit jullie denken aan mijn appartement? Ben jij ooit in mijn appartement geweest? Eén keer. Ja. Ah. Best wel. Ja, jij heel vaak natuurlijk ook. Nee, ik kwam er nooit. Nee, hoor. Ja, ik zat echt helemaal in die toren daar rechts, jongens. Dat weten jullie denk ik wel. Kijk, jongens. Hoe erg lijkt het op mijn appartement? Hier zo had je inderdaad gewoon, wat Sam al zegt, de studiokamer. Dan daar stond ja, had ik hier mijn computer staan. Is echt ook zo in zo'n raampje, inderdaad. Hier hing dan de YouTube. Ja, YouTube playbit dus. Hier is het werd opgesloten. Ja, dit was de slaapkamer waar alles gebeurd is. Oh, waar kijk je hierheen? Oh, dat kijk je bij een ander huis of zo. Oh, oké. Okay. Is dat leeg? Is de huur? Hij gaat dit doorbreken. Is dit de huur dat daar? Dit huis is de huur. Daarnaast. Ja, ik kom huren met z'n allen. Hoe nu zal het zijn? Oh, dan kan je van de ene kant hier zo gewoon erover springen. Nee, oké. Okay, oh, ja, maar dan kan je in de midden daar. Volgens mij 1600. 1600 per maand? 1600. 1600. Voor deze plek misschien. Ja. Kijk jongens, het gebouw wat je daar ziet, daar komt het duurste appartement van Nederland. Het wordt 15 tot 20 miljoen. Het is nu nog in aanbouw. Echt sick. Dit uitzicht, echt, ik zeg het nog een keer, het brengt zoveel herinneringen met ons mee. Ja, ook gewoon, ja, we hadden het net over dat we nog waterblonden naar beneden gegooid hebben op mensen. Dat was echt leuk inderdaad. Voor de mensen die geraakt zijn, sorry. We hebben dat ook nooit gefilmd, we dachten dat het echt niet kon om het op YouTube te gooien. Ja, dat was wel echt leuk. En dat we die waterblonden rennen en dan, kom snel, snel, snel. Weet dat we met echt een heel groepje aan staan, kom, Jesse, stop. En dan gooiden we ze allemaal naar beneden inderdaad. Hey, dit uitzicht, ken je? Dit, nee, ik heb nooit echt deze hoek gehad. Het was bij mij altijd voornamelijk dit hier. Dit is een van de eerste keren dat ik mijn parkeergarage pak met de Ferrari, jongens. Kijk even hoe laag ik zit. Ah, ik kom er wel nog bij. Yes. Ik durf het echt nooit met dit ding, omdat ik echt te bang ben om mijn velgen kapot te rijden, maar het gaat helemaal goed. Yeah, let's go! Daar gaan we! Kijk eens wat mooi! Ik moet fluisteren, want de ene die laag gaat te slapen, oeps. En kijk eens wie er in bed ligt. Hallo! Ik ga het lekker bij liggen. En daarbij wil ik jullie ook gelijk bedanken voor het kijken naar deze video, jongens en meiden. Ik hoop dat jullie deze vlog weer leuk vonden van vandaag. Ik heb in ieder geval een leuke dag gehad. En morgen om 5:30 is er weer een nieuwe vlog online. Dus ik ga lekker alle lichten hier uit doen. Even kijken, is dat deze? Ja, top. Dus, jongens en meiden, bedankt voor het kijken. Tot morgen. En dan zeg ik nu, la!